Welkom, welkom dames en heren bij de 23e editie van Foto 31. Wat fijn dat u alweer in zulke grote getalen de weg naar ons YouTube-platform weet te vinden. En vandaag gaan we in gesprek met Nicole Segers. En zij wordt geïnterviewd door redacteur en fotocoach Diane Bokje. Het belooft een zeer interessant gesprek te worden over de grenzen van Europa. Met veel foto's van Nicole's laatste project, Bloed en Honing. Wat ze samen met redacteur en journalist Irene van der Linden heeft gemaakt. Het interview gaat ruim een uur duren. En gedurende dit interview is Nicole live aanwezig om met u in de chat van gedachten te wisselen over haar projecten. Wel nog even goed om hier de sponsors te noemen, zonder welke niet mogelijk zou zijn geweest om deze uitzendingen te doen. Dat is natuurlijk het Picture Right Fonds, het Beeldgebouw, de papierleverancier Arca en het theater- en café-restaurant Vrijburg. Mensen, we gaan nu zo starten en ik zie jullie alle over een dikke uur weer terug. Tot zo! Goedenavond, fijn dat jullie er allemaal weer zijn. We hebben vandaag een heel bijzondere gast. We hebben namelijk Nicole Segers. En Nicole Segers is samen met Irene van der Linden de auteur en fotograaf van deze dikke stapel boeken. 20 jaar reisden ze langs de oostgrens van Europa en hebben ze allerlei avonturen beleefd, mensen ontmoet. En vooral die ontmoetingen, wie is de Europeaan, staan centraal in in deze boeken. En Nicole, welkom. Hartstikke fijn dat je er bent. Fijn dat we elkaar live treffen. Heel fijn in deze tijd. En mijn eerste vraag aan jou kan niet anders zijn als: wat bezielt iemand om 20 jaar lang aan één project langs de oostgrens van Europa te trekken? Ja, dat is een goede vraag. Dat is natuurlijk niet iets wat je bedenkt op het moment dat je eraan begint. Vaak beginnen dingen gewoon met iets kleins. En ben ik samen met Irene in 2001, was dat september 2001, gingen wij naar Polen omdat daar de Europese grens werd opgebouwd in het zicht van dat al die Oost-Europese landen bij Europa zouden gaan komen. En het ging natuurlijk heel veel over Polen, omdat er ook veel Polen in West-Europa kwamen werken, in Nederland kwamen werken. En er waren toen zogenaamde anti-border camps aan die Poolse oostgrens. Eigenlijk een groep anarchisten die tegen die opbouw van die grens daar waren. En dat intrigeerde ons heel erg. En toen zijn we daar op reportage gegaan voor Vrij Nederland. Helemaal niet met het idee om 20 jaar later hier met 3 boeken te belanden. Maar gewoon om 1 keer daar naartoe te gaan. En toen zijn we eigenlijk langs de Poolse oostgrens gaan reizen.
En hebben we dat in beeld gebracht en allerlei mensen daar ontmoet. En eigenlijk kwamen we er al heel snel achter dat het gewoon ontzettend interessant verhaal is wat daar zich aan die grens afspeelt. En dat die hele Oostgrens ook voor de Europese geschiedenis zo ontzettend belangrijk is. En we werden heel nieuwsgierig hoe zit het eigenlijk in Finland en wat gebeurt er ondertussen in Roemenië en Bulgarije en al die andere landen. En wat maakte het voor jou dat het zo belangrijk was? Zo belangrijk dat je dacht, hier moeten we een langer project van maken? Nou, wat ik heel bijzonder vond is dat... kijk, voor ons Nederlanders is de Europese Unie en de Europese eenheid eigenlijk gewoon iets heel erg vanzelfsprekends. Dat is een beetje gek om nu te zeggen, want alle vanzelfsprekendheden worden, zeg maar, in dit tijdsgevricht min of meer omvergehaald. Maar toen in 2001 kan je echt zeggen, Europa was er gewoon. En we hebben aan de wieg gestaan van de Europese eenheid. Terwijl, zo gauw je in het oosten komt, dan voel je ineens ook gewoon een soort nieuwe betekenis. En deze landen kregen te maken met 80.000 pagina's regelgeving. Er was daar veel meer een gemoed ook van heel graag bij Europa willen horen. Het waren landen die zeg maar onder het communisme vandaan kwamen. In een soort fase van in transit zaten. Te maken hadden eigenlijk met een heel hard soort kapitalisme wat daar was opgekomen. Er was een soort vrije ruimte eigenlijk ontstaan. En die Europese Unie, ja, die staat natuurlijk, of stond. Ik heb de neiging om in twee tijden te spreken op dit moment. Maar staat toch voor bepaalde waarden, voor bepaalde welvaart. En dat was al één reden, zeg maar, waarom het gewoon heel bijzonder was om als Nederlander juist daar te komen. Het andere, meer persoonlijke, is, ik ben een kind van de Koude Oorlog, zeg maar, in die zin dat je echt daarmee opgegroeid bent. En voor mij was Oost-Europa, dat was het Oostblok. Ja. En ik was daar ook nooit eerder geweest. Dus het was ook een soort ontdekkingsreis naar een gebied waar je toch een gedeelde geschiedenis mee hebt. Maar wat tegelijkertijd altijd een soort afgesloten, beetje angstig beeld bij me opriep. En heeft het jouw beeld veranderd, het reizen? Ja, sowieso. Reizen verandert is sowieso heel goed voor een mens. Het zou verplicht gesteld moeten worden. Dan zouden we misschien minder populisme hebben. Maar het heeft me zeker veranderd. Gewoon juist ook door wat ik net zei. Ik ontmoette daar leeftijdsgenoten. Ik was begin 40 toen we langs die grens reisden. Ik kwam daar mensen tegen die een heel leven hadden gehad. En tegen mij zeiden, voor mij zit het erop. Want ik heb onder het communistisch systeem mijn opvoeding gehad, mijn scholing gehad. En nu verandert alles en ik kan helemaal niet meer meekomen. Terwijl, ik ging met Irene dit project doen. En ik had het gevoel dat mijn leven begon. Dus zulke confrontaties eigenlijk kwam ik tegen. Ja, dat is heel heftig. En jullie zijn het project ook gestart. Je zei het net al, hè, vanuit iedereen wilde eigenlijk bij Europa horen. En Europa had een soort belofte. Zeker voor de mensen die uit het communistische bestel kwamen. Als we nu, want jij zegt al, hè, ik heb de neiging in twee tijden te praten. En dat maakt het project ook zo ontzettend interessant. Of eigenlijk de projecten. Als we het laatste boek Bloed en Honing kijken. Dan eindigt het eigenlijk ook met een verhaal. Ja, toen we begonnen was het hoop. En mensen wilden bij Europa horen. Als je bij Europa hoorde, dan was er kans op ontwikkeling en alles. En nu zie je dat het eigenlijk Europa weer... ja, versplinterd, uit elkaar valt. Dus... Ja, het anti-Europa-sentiment is natuurlijk heel hevig. En de Brexit is natuurlijk het belangrijkste voorbeeld daarvan. En je maakt nu een enorme sprong eigenlijk in die 20 jaar. En dat klopt, dat toen wij het einde van Europa maakten... Ja, er was een sfeer van...
ja, triomfantalisme eigenlijk. Hè? Want ja, wij reisden daar in 2001 en de planning was 2004, 1 mei 2004. Dat zou dan de dag, hè, dat is de dag van de eenwording. Waarin dus al die Oost-Europese landen eigenlijk samenkwamen met de West-Europese landen en één Europa werden. Ja. En onze oostgrens schoof dus ook feitelijk op richting oosten. Dat alleen al was een reden om ook te gaan reizen. En er was ook binnen de Europese Unie werd er bijvoorbeeld gesproken over de Ring of Friends. Dus dat waren de landen die om Europa heen lagen. Dat zou dan in de invloedssfeer van Europa komen. En dat zouden dan onze vrienden worden. Nou, dat is ook wel heel interessant eigenlijk als je dan zelf langs zo'n grens reist. Kijk, als je door de Baltische Staten reist bijvoorbeeld, Estland, Letland, Litouwen. Als je daar over de Russen praat in de zin van Ring of Friends, dan worden ze niet heel blij van. Mensen, jongens, dit is een bezopen idee. Ja. Het was zelfs zo dat ze in Letland een plan hadden om langs de grens met Rusland allemaal eikenbomen te planten. En die zouden dan zodanig hoog gaan groeien. En het worden dikke bomen. Dat zou dan uiteindelijk een muur worden. Omdat ze eigenlijk ook zo bang zijn voor die Russen. Voor de Polen geldt precies hetzelfde. Ja. En dat is misschien ook iets anders. Dat je dat is ook een reden om naar die grens te gaan. Dat je ziet eigenlijk. Je ziet de gelaagdheid van de geschiedenis onder je ogen. Dat is natuurlijk voor een fotograaf sowieso al heel bijzonder. Dat je al die tijden door elkaar ziet. Ja. En, maar goed, om op jouw vraag terug te komen. In die 20 jaar hebben we inderdaad eigenlijk gezien hoe we van dat triomfantelijke en dat optimistische uitbreiden terechtgekomen zijn in veel meer een gevoel van versplintering en opkomend nationalisme. Ja, want ik vond het heel mooi, het boek Bloed en Honing eindigt eigenlijk ook met de zin, jullie zijn voor bloed en honing naar het voormalige Joegoslavië geweest. Servië, Albanië, Macedonië, dat gebied. En jullie eindigen eigenlijk met de zin van dit is de kanarie in de koolmijn van Europa. Ja. Omdat wat daar gebeurd is in het verleden met de oorlog, met het splitsen van Joegoslavië, met het vervallen in verschillende landjes waar staten soms misschien grenzen willekeurig getrokken lijken te zijn. Het eigenlijk een voorbeeld is van, of een angstbeeld, hoe Europa zou kunnen worden. Ja, dat is zeker zo. Het op een bepaalde manier kun je zeggen, en dat zijn ook heel veel mensen die we daar gesproken hebben, die dat zeggen. Joegoslavië was natuurlijk ook een unie. Ja. En weliswaar natuurlijk veel kleiner, maar die uiteengevallen is. En je kunt heel mooi zien wat het eigenlijk betekent om je terug te trekken in je eigen groepje, want dat is wat daar gebeurd is. Hè. Het is helemaal etnisch verdeeld. En het hele idee van dat je in je eigen groep zou kunnen leven en dat tot iets zou leiden. Nou, dat als je daar rondreist, dan zie je dat het alleen maar tot stilstand en inertie leidt. Grote werkloosheid, corruptie, noem maar op. Er zit weinig perspectief in die zin. Is het geen vrolijk boek. Nee. Het andere is natuurlijk dat deze landen tegelijkertijd heel graag bij Europa zouden willen horen. En eigenlijk weer onder die paraplu van Europa zouden willen samenkomen. Ja. In de hoop op hetzelfde als bij de landen waar we het net over hadden. Hè, dat er toch gewoon een ander perspectief komt. Ja, en dat er misschien weer eenheid komt. Dat las ik ook ergens in het boek. Toen dacht ik, ook wat een mooie gedachte is dat. Ja, dat klopt. Ja. En er werden mensen die we tegenkwamen, werden veel grappen over gemaakt. Er was iemand die zei, wij voelen ons alsof we om 5 uur op het feest komen. 5 uur 's ochtends. Ja. Eigenlijk in Europa is het feest over. En nu komen wij erbij. Maar misschien belangrijker ook is
wat voor mij de grootste les is in verband met wat jij nu vraagt, is het hele idee van nooit meer oorlog en dat democratie broos is. Ja. En dat is wat heel veel mensen ons daar hebben proberen duidelijk te maken. Het kan kapot, dat is eigenlijk wat veel mensen gezegd hebben. Ja. Niemand in Joegoslavië had dit voorzien. Zelfs in Sarajevo, waar de belegering al gaande was, hebben wij mensen gesproken, intellectuelen, die zoiets hadden van, ja, oké, maar de Serviërs die staan daar nu vlakbij het Holiday Inn Hotel, beroemd geworden in de oorlog. Maar dat duurt 4 dagen en dan is het over. Ja, en, dat viel tegen. Maar het kan dus kapot. En dat is ook wel een beetje wat ik denk als ik kijk naar sommige dingen die nu in Europa gebeuren. Dat we ons vaak helemaal niet bewust zijn hoe kwetsbaar de democratie is. Ja, want dat is misschien ook wel de reden, dat weet ik niet. Als ik het boek lees en als ik het boek de foto's kijk, wat trouwens een hele mooie eenheid is. Want jullie hebben ook echt naar gestreefd om het verhaal wat Irene heeft geschreven door te laten lopen in de foto's. Dan ga je weer verder in het verhaal en je komt weer bij de foto's. En als het ware is het één boek wat gewoon doorleest. Ja. En jullie hebben zelfs het lettertype aangepast om te zorgen dat je precies altijd die bladspiegel hebt en dat het een eenheid is. Ja. En als ik dan door het boek kijk en ik lees de verhalen en ik kijk naar de foto's, dan valt mij op dat heel veel niet hersteld is. We zien overal nog gewoon getuigen van de oorlog. De oorlog is inmiddels 20 jaar geleden. De gaten zitten nog in de muren, het stuk werkt eraf. Dingen zijn niet gerepareerd. En hoe meer ik keek, hoe meer me ook opviel. Ik heb bijvoorbeeld een foto in gedachten van er zien een aantal schapen grazen op zo'n dijkje bij een woonwijk. En die hele dijk ligt vol met papiertjes, rotzooi. Ik bedoel, hier klagen we vaak dat er rotzooi in de natuur gegooid. Maar het lijkt wel of iedereen daar het helemaal niet meer interesseert. Of ze gewoon maar alles weggooien, dat het hun land niet meer is. Dat ze niet meer trots op zijn om ervoor te vechten. En is dat zo? Of is dat mijn interpretatie van het boek? Nou, zin om te vechten heeft denk ik niemand meer. Nee, vechten is een verkeerd woord, sorry. Maar nou ja, dat is op zich interessant. Dat het klopt wat je zegt, er is een soort verlamming, denk ik, die je ziet. En die verlamming komt volgens mij ook voort uit dat je in je eigen groep zit, in je eigen etniciteit leeft. En dat er overal die onzichtbare grenzen zijn. Want daar gaat bloed en honing eigenlijk over. Ja. Over alle onzichtbare grenzen die dwars door het landschap heen lopen, door dorpjes, door stadjes. En waar je overal de sporen van ziet. Ja. En er zijn zoveel plekken te noemen. Maar neem maar Mostar, wat dan een vrij bekend voorbeeld is. Waar Kroaten tegenover Bosniakken hebben gestaan in de oorlog. Mm-hmm. En waar ook de prachtige brug toentertijd helemaal verwoest is. Die twee groepen leven nog steeds niet samen. Alleen de scheiding is helemaal niet zichtbaar. Het is gewoon een straat ergens. We zijn op die straat geweest, er is niks te zien. Ja. Maar er is geen jonge Bosniak die het in zijn hoofd haalt om naar de andere kant van de weg te gaan. En, dus er is helemaal geen contact. En dat zie je op heel veel plekken, zie je dat terug. Ja, en op andere plekken zie je weer het verhaal waar het proloog eigenlijk mee begint. Het dorp waar de vissers met elkaar gaan vissen. Verschillende etnische achtergronden die dan toch met elkaar van die soep gaan maken. Die met elkaar de maaltijd delen. Schrijft Irene er al gelijk bij. Er wordt wel gezwegen over de oorlog. Want zodra de oorlog ter sprake komt, dan staan die partijen weer over elkaar. Dus er is ook een heel groot zwijgen. Ja, maar ik denk dat dat ook heel erg hoort bij eigenlijk het trauma wat nog steeds leeft in dit gebied, dat zwijgen. Ja. Kijk, iedereen, mensen hebben elkaar zoveel aangedaan en iedereen heeft al iemand verloren. En dat is toch door jouw buurman of door het dorp verderop iemand gebeurd. Dus die pijn die is niet zomaar weg.
Nee, die blijft ook. En al helemaal niet als daar ook verder niets aan gebeurt vanuit de rechtspraak of vanuit, het opbouwen van een samenleving, een burgerlijke samenleving. Ja. En dat gebeurt helemaal niet. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met die scheiding. Ja, er is eigenlijk helemaal geen helingsproces. En je ziet wel bij jonge mensen dat ze dat heel erg proberen. Zeker in de culturele sector. Maar het is ontzettend moeilijk. Zie je weer hoe belangrijk cultuur is. Hè? Ja, hoe zeker. Cultuur ja. Verbindt, maar ook kan verbreken. Maar ook heel veel verbinding geeft. En ik vind in jouw foto's het mooie dat je ook vaak gecombineerd hebt. De geschiedenis, zeg maar die oorlog die er is en de sporen daarvan. Maar ook plaatjes van hoop. Dan is er een trouwwinkel of er schiet een beeld in mijn hoofd van een vrouw die met heel mooi gekapte haren, keurig netjes naar knalrood geverfd. Een beetje paarsrood. En dan met een carpe diem tasje loopt. Ja. En dan denk ik, ja, pluk de dag. Dus ze lijkt totaal misplaatst eigenlijk in die omgeving. Ja, en maar dat is natuurlijk gewoon... Daar zit natuurlijk dat mooie in. Tussen dat aan de ene kant het ook opbouwt, dat er wel weer een nieuw leven is. Dat de mensen ook doorgaan met het leven wat ze doen. En aan de andere kant, ja, die sporen zijn er. Ik vind dat dat soort foto's heel erg die verbinding weergeeft. Dus ja, maar dit is... Dat is natuurlijk eigenlijk altijd zo. Dat, en daar gaat misschien mijn hele werk wel over. Ik heb, voordat ik dit ging doen, heel veel in Zuidelijk Afrika gereisd. En altijd ben ik een beetje gedreven door hoe de grote geschiedenis, het leven van mensen op de vierkante centimeter eigenlijk beïnvloedt. Gewoon het gewone dagelijkse leven beïnvloedt. En dan... Natuurlijk gaat het leven altijd door. Ik heb veel in Zuid-Afrika gefotografeerd. En ik ben daar ooit beland omdat het geweld, dat was in de jaren, eind jaren 80, begin jaren 90. Toen was het eigenlijk ontzettend veel geweld in de townships, heel veel doden. En dat was ook voortdurend in het nieuws. En ik dacht steeds van, ja, maar hoe leven mensen dan eigenlijk, hè? In het licht van dit geweld? Hoe gaat dat eigenlijk? En toen ben ik daarheen gegaan. Ja. En ben ik gewoon het gewone dagelijks leven gaan fotograferen. En hoe je opgroeit als kind in zo'n township en dat soort dingen. Ja, en dat zie is eigenlijk hier. Hetzelfde hier. Ja. Dat je, ja, mensen vinden altijd een weg. Ja. En daar kun je ook weer een hele hoop van leren, vind ik. Want ik vind het ook heel moeilijk als... er wordt wel eens gezegd van, ja, maar wat een armoede allemaal. Of ook bij het einde van Europa, wat een armoede. Maar ik zie juist ook hele andere dingen. Hoe familiebanden ook weer heel sterk zijn. En mensen elkaar helpen in dorpjes om overeind te blijven. Ja. En er toch iets van maken. Ja, want ook hier ben je het dagelijks leven op gaan zoeken. Hè? Dat is heel mooi ook in de verhalen. Er zitten eigenlijk vier verhaallijnen in. Eén is misschien is wel handig om dat even eerst te duiden. Rebecca West. Rebecca West was een journaliste die voor de oorlog, hè, voor de Tweede Wereldoorlog, dezelfde reis heeft gemaakt door Joegoslavië. Ze heeft daar twee dikke pillen van gemaakt. Eén boek is het. Blackland and Grey Falcon. Ik dacht dat het twee boeken waren. Sorry. Eén dik boek van gemaakt. En daar zit een kaart in. En dat was ook eigenlijk het beginpunt van jullie reis. Hè? Dat jij die boeken ontdekte. Irene kreeg ze voor de verjaardag. En gelijk zaten jullie in het verhaal. En eigenlijk was toen al bepaald dat jullie die kant op gingen. En ook het verhaal van Rebecca West, wat zij ontdekte. Zij zat in het interbellum. Ook een periode waarin natuurlijk heel erg met identiteit toen was werd gespeeld. Toen was Joegoslavië een koninkrijk. Ja. En was er eenheid. En wij gaan in haar voetspoor. En waar zij eigenlijk geen één grens tegenkwam, gaan wij er zeven over. Dat is een beetje ook het beeld. En de rol van dat in dat voetspoor van Rebecca West treden. Ja. En daarnaast is haar boek, het is haar magnum opus, dus het is een boek wat nog steeds veel gelezen wordt. Ook een soort reisgids voor ons. Hè? Gewoon, zij is getuige
in het interbellum en heeft eigenlijk één voet bijna in de Eerste Wereldoorlog staan. En wij reizen nu dus via haar bestrijk je eigenlijk ook een beetje die hele geschiedenis van die Balkan. Die toch gewoon, zeg maar, toen alle grote rijken ophielden in Europa. Hè, daar is zoveel turbulentie uit ontstaan. Ja. Twee wereldoorlogen. Daarna de Koude Oorlog. Dus dat is toch gewoon, zeg maar, de belangrijke geschiedenis van Europa. Waar wij nu in de laatste 20 jaar een beeld van proberen te geven. Ja, en jullie hebben dat heel mooi gecombineerd door... We lezen een stukje haar verhaal. We zien dat ook terug in de foto's. Je hebt heel bewust gekozen een deel zwart-wit te fotograferen, analoog nog. Maar nou, de tijdloosheid ook even van... De tijdloosheid van de landschappen laat zien, de plekken waar zij geweest is. Zoals het land toen was, zo als het nu nog is. Zo heb ik het in elk geval geïnterpreteerd. Ik weet niet... Ja, ik heb natuurlijk als fotograaf, hè, voor Irene was het vrij evident dat zij in het voetspoor van een collega-journalist uit 38 zou treden. En ik heb heel erg gezocht of ik ook iets zou kunnen doen met dat gegeven van Rebecca West. En dat heb ik inderdaad min of meer gedaan door mijn Hasselblad ook mee te nemen en gewoon met film in zwart-wit... wat verstildere beelden, wat tijdlozere beelden te maken. En ook vaak gekeken, Rebecca West heeft echt prachtige landschapsbeschrijvingen. En heel vaak heb ik het gevoel, of beschrijvingen van steden, daar kan ze zich helemaal in uitmeten, heel beeldend ook. En ik kwam op plekken en dan zag alles er eigenlijk nog letterlijk zo uit, zoals zij het toen gezien heeft. Ja, en dat vond ik, dat heb ik een beetje geprobeerd om in dat zwart-wit te doen. Ook met het idee dat, ik vind zwart-wit heeft ook iets heel tijdloos in zich. En de kleur haalt sowieso de actualiteit binnen. Ja. En dat heb ik willen combineren. Ja. Dat is ook heel mooi in het boek, want dat verhalende zit ook in de verhalen. Op het moment dat jullie reizen, op het moment dat jullie mensen ontmoeten, want dat zijn eigenlijk de andere... lijnen ook. We hebben het verhaal van Rebecca West. Vervolgens zit er een stukje gewoon geschiedenis in. Duiden, wat is hier gebeurd. Vervolgens reizen we echt met jullie mee. Iedere keer naar het land. Want jullie zijn voor deze reis drie keer een lange... Hebben jullie drie keer de reis gemaakt? Ja. Niet één keer, maar drie keer in de 8 jaar tijd. En vervolgens gaan we ook echt mee in die ontmoetingen. En ook die ontmoetingen zijn heel... verhalend, beeldend geschreven. En je hebt gewoon het gevoel, wanneer er dan zo'n Sovjet-lokaal wordt beschreven, met de kale vloer en de stoelen en de tv die aanstaat, zo'n man die daar alleen zit. Dan soms staat de geur er zelfs bij hoe het ruikt. En als lezer zit je gelijk in dat verhaal. Dus we hebben nog steeds, die vier verhaallijnen komen heel mooi uit in het boek, vind ik heel prachtig. En jij hebt ook met je fotografie daar weer... Wat we gedaan hebben is... We hebben natuurlijk gewoon 20 jaar in Europa gezeten, maar we hebben ook 20 jaar gezocht naar een manier waarop je taal en beeld op een bijzondere wijze samen kunt brengen. Dat is een soort missie die ik zelf ook heel erg had. Ik had, zoals ik zei, jarenlang in Zuid-Afrika gefotografeerd en ik had toch het gevoel... dat ik iets miste. Ik heb ook het gevoel dat fotografie... Voor mij is fotografie iets wat je eigenlijk ook moet lezen. Grappig genoeg, de boeken waar ik het meest van hou, die bij mij thuis in de kast staan, zijn de boeken die ook het formaat hebben van een leesboek, waar je gewoon in kan kijken en je leest die beelden. Ja. En dat vind ik ook het bijzondere aan de samenwerking met Irene, dat we gewoon zoeken naar hoe je dus ook dat nog verder kan brengen. En nadat we bij het einde van Europa eigenlijk om de beurt aan het woord waren. Daarna hebben we een boek gemaakt over Istanbul, over Turkije en de Bosporus als grens tussen Europa. Het veer van Istanbul. Het veer van Istanbul. Ja. De Bosporus als grens tussen Europa en Azië, die dwars door die stad loopt. En toen hebben we een jaar in Istanbul gewoond om dit boek te kunnen maken. En daar merkte je al, omdat we niet samen aan het reizen waren, dat we heel veel meer onze eigen gang gingen.
En ik ben echt me gaan focussen op die waterweg. En Irene die is allerlei hoofdpersonen, mensen gaan volgen in de samenleving. En dat zijn eigenlijk min of meer twee boeken in één geworden. Dat zien we ook. We zien het zelfs al als die dicht is. Hier hebben we de foto's en hier hebben we het verhaal. Precies. En de verhalen, ja. De foto's zijn bijna het decor waarin die verhalen zich afspelen. Ja. En in het derde boek, toen hadden we zoiets van, nu willen we nog weer een stap verder gaan. En hebben we echt gekozen om één verhaal te gaan vertellen. En dat is op zichzelf wel bijzonder, omdat je... Kijk, toen we met het einde van Europa begonnen, had ik heel erg zoiets van... maar als fotograaf heb ik ook een verhaal. Hè? Het is geen illustratie bij de tekst, dus dat moest wel echt gezegd worden. En Irene wilde zich ook bewijzen. En dat is denk ik langzamerhand veranderd. En dat vind ik ook mooi om te zien. Bij Bloed en Honing hebben we echt gezegd van... Het gaat nu niet meer over te laten zien hoe mooi de foto's zijn of hoe mooi Irene kan schrijven. Maar we zijn helemaal ten dienste gegaan van het boek. En alle mensen die eraan meegewerkt hebben, hebben dat eigenlijk ook gedaan. En het bijzondere is dus dat, want jij zei net iets over dat Irene dan helemaal iets beschrijft. Maar het grappige is dat het dus blijkbaar zo in jouw hoofd is gaan zitten. Dat vind ik dus ook heel bijzonder. Want het mooie is dat alles wat je ziet op de foto's, wordt niet beschreven. Nee. Daar hebben, dus het, je moet het eigenlijk echt gewoon van begin tot het eind lezen om helemaal te ervaren. En de ene keer ben je woorden aan het lezen en de andere keer ben je foto's aan het lezen feitelijk. Ja, en we zijn zelfs zo ver gegaan dat er zinnen zijn die achter de komma overgenomen worden door beeld en dan weer verder gaan. Dus we hebben echt geëxperimenteerd met die vorm. Ja, dat vind ik heel mooi. En dat bedoelde ik ook met dat je dat het heel beeldend wordt beschreven. Ja. Dat je helemaal wordt meegenomen. Want inderdaad, de foto's worden niet beschreven. Maar het stukje als je denkt, ik ga ergens fotograferen, ik ga een documentaire maken. Ik leg het verhaal vast en ik vertel wat er gebeurt. En eigenlijk is Irene degene die dat beeldende voor zich neemt. En jij met je foto's neemt ons eigenlijk een laag dieper mee. In al jouw foto's zit een soort bezinning. Je moet er wat langer naar kijken. Je moet kijken, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal? Want er zit een soort meerlagigheid in. Waardoor je steeds dieper komt in het landschap, in de mensen, in wat er leeft. Er zit een soort onderlaag iets wat schuurt in elke foto. Stukje schoonheid, een stukje ja, misschien wel lelijkheid, als ik het zo mag noemen. Zeker. En die twee, die vlecht jij samen en die versterken het verhaal. Wat Irene, die schrijft niet zozeer de sfeer, het gevoel wat je hebt als je daar loopt, maar wel je zintuigen. Dat wat je ruikt, dat wat je hoort, dat wat je proeft. En vervolgens leg jij die laag emotie erin. Jij neemt die lezer eigenlijk mee helemaal dat verhaal in. Dat je het ook zelf van binnen voelt. Dat je het in je buik voelt. En dat is volgens mij wat jouw foto's toevoegen. Ja, ik weet niet wat ik daar moet toevoegen. Het is meer een recensie bijna. Maar dat is in elk geval zoals ik het voel als ik het lees. Als ik erin zit, is dat zoals... Kijk, het is ook wel een beetje hoe Irene en ik begonnen zijn en altijd gewerkt hebben. Kijk, Irene komt echt uit de journalistiek. En ik ben helemaal geen journalist. Ik... zie mezelf meer als een poëtische fotograaf. Hè. Mijn leermeester is Leo Dievendal. Hij heeft mij het vak geleerd. Ik heb jaren met hem gewerkt. En daar ben ik ook wel echt mee behept, zou ik bijna willen zeggen. Met zijn poëtische manier van kijken. En die twee dingen komen eigenlijk min of meer samen. Ja. En je zou kunnen zeggen... Ja, Irene ontmoet al die mensen en beschrijft de verhalen van die mensen. En in de beelden zie je meer, wat jij ook zegt, het gevoel wat dat oproept of wat die omgeving vertelt. Ja, ik zou je daar wel... wil je ons daar eens in meenemen, hoe dat dan gaat? We hebben elkaar een keer eerder gesproken en toen kon je zo mooi beeldend vertellen dat je aankomt in zo'n dorpje. En dan, hoe werkt dat? Nou ja, het...
Dat klopt, we hebben het daar eerder over gehad. En het heeft eigenlijk meer te maken dat het soms heel eenvoudig lijkt waar je naar kijkt. Maar dat, die beelden komen toch niet heel eenvoudig tot stand. Het is niet dat ik ergens kom en om me heen kijk en dan maar wat fotografeer. Ik heb toch echt heel veel informatie nodig om te weten waar ik naar zoek. En hoe ik dat dan zou kunnen vertalen in een beeld. Dus ook voor mij als fotograaf is research heel erg belangrijk. Het mooie aan de samenwerking met Irene is dat ik ben ook bij al die gesprekken. En daardoor kom ik ontzettend veel te weten over waar ik ben en wat daar gespeeld heeft. En zo ga ik dan toch een beetje op zoek naar de ziel van die plek. En we hebben toen ook gehad over die visclub, daar verwees je net ook al naar. Hè? Dat die vissers die staan daar aan de Donau in een heel klein dorpje in Kroatië op de grens met Servië. En het bijzondere is dus dat er Kroatische en Servische, of mensen met Servische achtergrond, ja, bij elkaar zitten in één visclub. Er gebeurt daar van alles op die kade. Ze deden mee aan een vissoepwedstrijd. Dus daar waren ze goed in. Het was een beetje Asterix en Obelix gevoel. Mijn favoriete strip vroeger. Met zo'n grote zwarte ketel waar allemaal vissenkoppen in gingen. En mannen in geruite bloesjes met grote laarzen aan. En toch komt er maar één beeld uiteindelijk uit deze hele situatie voort. Je zou een hele reportage over dat plekje kunnen maken. Ja. Maar voor mij gaat het veel meer om dat wat ik daar voel of zie gebeuren te vertalen in dat ene beeld. En dat zit dan in een beeld waarin inderdaad je komt binnen in die visclub. Er staan al die bekers die ze al gewonnen hebben, want zij hebben namelijk een kruid wat in die soep gaat en daardoor winnen ze daar elke keer de wedstrijd van en de Donau. Een speciale zoete paprika, las ik al in het boek. Paprika, dus al die bekers staan daar in die ruimte. Het brood ligt al klaar, de soep moet nog binnengebracht worden en er zit één man en die zit tv te kijken. En dat vond ik gewoon heel mooi, legt heel mooi het gevoel vast van die plek. En dat is een beetje hoe het heel vaak gaat, dat we ergens komen en ik, binnen 3 minuten zit ik eigenlijk in de keuken of ben ik door het dorp aan het lopen. Maar ik heb die verhalen wel nodig, ja, om te begrijpen wat ik zie. Ja, want uiteindelijk zoek ik toch een beetje naar de essentie van iets. In Fuku Farm, ook een plek trouwens aan de grens met Kroatië, waar jij die bruidsjurken hebt beschreven net. En de Carpe Diem mevrouw die daar loopt in een totaal kapotte stad nog. Ja, Vukovar is enorm gebombardeerd, helemaal kapot geschoten. En eigenlijk een heleboel van die huizen worden op die manier in stand gehouden. Min of meer om aan de ander te laten zien, kijk eens wat je me hebt aangedaan. Hè. Dat is ook, het is ook soms een soort uithangbord om alles in vervallen staat te laten. Een schuldigende vinger. En daar heb ik dan die bruidsjurken gefotografeerd, waar je wel die kapotte stad ziet en tegelijkertijd dat leven wat weer doorgaat. En daar ben ik dan best wel heel lang mee bezig. En hoe gaat dat dan? Zeg maar, het moment dat je het ziet, wat gebeurt er dan in jou? Dat vind ik heel interessant. Ja, maar dat weet je niet altijd. Het is natuurlijk gewoon het is de zeker. Kijk, bij het einde van Europa was echt anders. Gek genoeg, dat optimisme, en dat zat ook in mij of in ons allebei tijdens die reizen. We hebben daar 3 jaar aan gewerkt en in totaal 9 maanden aan de grens gezeten. En ik weet niet, dat was eigenlijk één vrolijke tocht. Road story langs allerlei gebeurtenissen. Op de Balkan was het echt heel anders. Je voelde ook gewoon dat trauma en die pijn, die afgestotenheid. En het was echt een worsteling. Ja. Want ik weet, jij zei 3 reizen, we hebben 4 reizen gemaakt. We hebben 3 keer de reis gemaakt van Rebecca West. En 1 keer zijn we helemaal langs de Kroatische grens gegaan, omdat dat de nieuwe grens van Europa is.
Kroatië hoort nu bij de Europese Unie. Maar elke keer kwamen we dan weer in Zagreb aan. Dachten we, nou, maar dit keer dan wordt het anders. Dit keer gaan we gewoon het wat positiever bekijken. Maar na 3 dagen waren we zelf eigenlijk ook redelijk depressief. En is dat dan die poëet in jou die daar echt last van heeft? Die daar overheen moet stappen? Ja, ik denk het. Het is gewoon heel erg moeilijk om te zien dat er zo weinig perspectief is eigenlijk. En dan is er toch ook iets in mij wat dat niet gelooft en op zoek gaat naar ja, dat hele kleine beetje hoop wat er wel is en de pogingen om er toch weer iets van te maken. Ja, dat brengt me ook gelijk naar de toeristische gebieden, want die hebben we ook, hè, in Kroatië. Ja, zeker. En eigenlijk denk je, nou, daar is het helemaal opgepakt en het is opgepimpt. Er komen heel veel cruiseschepen. De economie in Kroatië draait nu helemaal op toerisme, lees ik. Ja. Dan zou je kunnen denken, nou, dat is mooi. Maar wanneer je dan meegaat in het verhaal, blijkt dat ook weer een hele, toch ook niet een positieve kant heeft. Want de rest wordt vergeten. Het wordt eigenlijk als een soort, ik zie dan die mensen van die cruiseschepen komen als een soort springkanenplaag. Die door dat stadje gaan, alles leegroven. Ja. En vervolgens 's avonds weer op die boot weggaan. Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje het kenmerk van cruiseschepen. Dat is, dat is toch een vorm van toerisme die ik vrij onbegrijpelijk vind. En ook vrij dodelijk is voor plekken, want precies zoals je het beschrijft, zo is het. Kijk, in Kroatië ligt aan de Adriatische Zee en het is gewoon onwaarschijnlijk mooi. De cover van het boek is ook op Rab, op een eiland in de Adriatische Zee. Ja, prachtig en, beeld. Het is gewoon zo ontzettend mooi daar. Prachtig licht en je kan daar eindeloos rondwalen. Maar je hoeft maar een paar kilometer landinwaarts te gaan en je komt in een hele andere situatie terecht. En dat vind ik ook wel echt het hele bijzondere aan de Balkan. En in zekere zin kwam alles bij elkaar wat we tot die tijd gedaan hadden. Het is een reis door allerlei werelden en ook een reis door bijna de hele geschiedenis. Want je zou kunnen zeggen, in Joegoslavië komt dat communistische verleden, wat wij toch vooral gezien hebben in het eerste boek, Het Einde van Europa. En de Ottomaanse tijd, die we weer heel veel teruggezien hebben toen we het jaar in Istanbul hebben gezeten, komen eigenlijk samen. En ook als je door Sarajevo loopt, op het ene moment loop je door het Habsburgse Rijk en je gaat de hoek om en je komt op een Turkse bazaar en je waant je in het hartje van Istanbul. Ja, prachtig. Eigenlijk. En dat is gewoon sowieso, dat geldt dus voor al die tijden, maar het geldt dus ook voor het toerisme, de rijkdom soms en de armoede waar je 3 dorpen verderop weer in terecht kan komen. Het is gewoon één wisseling, constante wisseling van sferen en plekken. En het is ontzettend mooi daar. Sowieso. Prachtige bergen en zo'n mooi landschap. Ja, ik moet bij prachtige bergen gelijk denken aan een beeld. Het is niet per se prachtig, maar dat raakte me wel heel erg. Waarbij we een dorpje zien. Ik heb niet meer helemaal de naam laten we even buiten beschouwing. We zien een dorpje, we zien eigenlijk alleen maar de bovenkant van flats. Allemaal van die blauwe gastanken op het dak. Kukesh. Ja, de K dat was goed. Dat is een stadje eigenlijk. Heel hoog in de bergen van Albanië. Pal op de grens met Kosovo. En Kukesh is ook heel bekend geweest in de Kosovo-oorlog. Rond 99 of 99 was het afgelopen. Omdat ontzettend veel vluchtelingen toen uit Kosovo naar Kukesh gingen. En dat zijn eigenlijk allemaal van die, ja, het is Albanië, allemaal van die communistische flatgebouwen. Ja. En dan die enorme hele wanden. Ja, het was sowieso fascinerend ook om in Albanië te zijn, omdat die bergen daar, dat zijn gewoon muren. Ja. En er is eigenlijk niks in die bergen, want Albanië was een soort Noord-Korea. En helemaal afgesloten in de communistische tijd van de rest van Europa. Je kon er niet in en vooral ook niet uit. En dat zie je ook terug, want dat berggebied was, daar kon helemaal niemand komen. Dus je ziet ook geen dorpjes of 's avonds lichten in die bergen. Het zijn echt
wonden en daardoor ook nu prachtige natuur natuurlijk. Ja, ik kreeg het wel benauwd toen ik die foto zag. Omdat daar echt, je hebt dan die daken met die blauwe dingetjes erop. Ik denk dat gastenken zijn. En dan ineens een enorme zwarte muur, echt gewoon die daarachter verrijst. En ik voelde het gewoon in mijn buik, de benauwdheid, het ingesloten zijn. Ja, nou, dus dat ook is, daar heb je dat gevoel wel er weer heel erg uitgehaald. Kijk, in die zin bepaalt soms ook hoe het landschap is, bepaalt natuurlijk ook heel veel de geschiedenis en hoe dingen lopen. En dit is natuurlijk wat je sowieso op heel veel plekken in de Balkan tegenkomt. Als je naar Sarajevo kijkt, waarom was het mogelijk voor die Serviërs tijdens die belegering van die stad om gewoon maar in die stad te schieten? Ik had daar helemaal geen voorstelling van. Totdat je in die stad staat en overal waar je bent, ook als je in je hotelraam staat, altijd heb je wel ergens een perspectief richting die bergen. En dat gebeurde ook. Hè? Die Servische soldaten die schoten gewoon op ramen. Er zit ook één beeld bij waarin je in het avondlicht een vrouw in het raam, in het open raam ziet staan. Wat voor mij echt een soort symbool is voor de vrijheid die er nu is. En, maar die ramen die waren allemaal in het zicht van die omringende bergen. En dan kon heel veel beschoten van die plekken worden, zijn ingesloten. En dat leidt ook al heel gauw tot vijanddenken. Of ook zulke dingen zie je ook gebeuren. Ja. Het is gewoon heel moeilijk. Sarajevo is maar één weg uit de stad eigenlijk. Die is ook altijd verstopt. Ja. Met vrachtwagens. Oh, dat is mooi. Dat breng je me op weg. Weg kom ik bij kaart. En wat ik heel mooi vind is jullie gedeelde passie voor de kaarten. Ja. En ik weet dat je mij vorige keer ook vertelde dat je dan van tevoren echt helemaal de stafkaarten, zeker bij dat eerste boek, hebt bestudeerd en hoe die grenzen lopen. En dat je op een gegeven moment ook opviel dat alle wegen die uit Oost-Europa kwamen, voormalig Oost-Europa, allemaal naar Moskou gingen. Ja, dat was met name in de Baltische Staten. Ja. Dat je, de Baltische Staten hoorden natuurlijk in de Sovjet-tijd bij de Sovjet-Unie. Dat je gewoon aan de hele infrastructuur zit, hoe wegen zeg maar naar het centrum van de macht gaan. En dat sowieso zie je dat veel in die grensgebieden gebeuren. Maar ook hoe de grens vaak gewoon dorpen en steden en stadjes doorsnijdt. Ja. En dat is ook, bij het einde van Europa zijn we dat eindeloos vaak tegengekomen. Want die grens, die hele oostgrens, is heel arbitrair. Ooit heeft Stalin echt letterlijk met een potlood op een kaart een lijn getrokken. Ja. En dat was de grens. En mensen, nou, in Tsukovo bijvoorbeeld, in Polen, hadden mensen gewoon een dag de tijd om te beslissen aan welke kant ze wilden horen. En die grens loopt daar nog altijd. Ja. En de meesten zijn toen richting Polen gegaan. Maar de danszaal en het kerkhof, alles was eigenlijk aan de Russische kant. En daar wordt dan nog over gedroomd. Ja, dat kan je dat niet is ook toch gewoon iets wat je veel ziet in al deze landen, die enorme melancholie. Ja, ik kan me ook een verhaal lezen, herinneren wat ik heb gelezen van die vrouw die vroeger voor Joegoslavië, ook toen het nog Joegoslavië was, veel mocht reizen en overal kwam. En die echt met heel veel eigenlijk weemoed praat over die tijd, omdat er nu stukken zijn waar ze helemaal niet meer mag zijn. Dat is ineens een ander land geworden. Of een waar ze niet meer naartoe durft. Ja. Dat klopt. Of een schrijver die dan 20.000 boeken verkocht en nu nog maar 4.000 omdat hij toevallig in Kroatië woont. En daar, of tenminste, het ging over meer aantallen. Maar dat hij dan nu nog maar veel minder boeken verkoopt omdat die bevolking nog maar zo klein is. Ja, en omdat die boeken niet meer verspreid worden. Dat is natuurlijk ook een beetje de tragiek van Joegoslavië, dat het een vrij vooruitstrevend communistisch land. Hè. Ik bedoel, het blijft een communistisch systeem. En het was daar niet alleen maar vrolijk. Maar toch, het was een wat lichter communisme, wat vrijer. Ze konden ook reizen, je kon daar ook heen. Ja. Veel mensen gingen in Joegoslavië op vakantie. Ja, het was rijk. Ja. En die terugval is enorm. Ja. En dat is ook een beetje wat je aan het begin zei, van zijn mensen onverschillig met afval en dat soort dingen. Maar het is ook gewoon dat die samenlevingen vaak niet functioneren. In Montenegro is helemaal niet eens een vuilophaaldienst, want er is zoveel corruptie.
En het is een landje van hoeveel honderdduizend mensen. Het zijn allemaal hele kleine postzegellandjes geworden eigenlijk. Dat kan je je niet voorstellen. Dat is echt wat dat gaat, is het boek natuurlijk super urgent. Nou, het gekke is dat ik het me steeds meer ga voorstellen gezien de roep, het anti-Europa sentiment en toch wat je hier ook ziet, het enorme wij-zij denken, de enorme polarisatie die je ook gewoon in de politiek in Nederland ziet, maar ook in de politiek in Europa. Ja. Stel dat je 10 mensen dit boek cadeau mag geven nu. Nou, laten we 3 maken. Wie zou dit boek absoluut nu moeten lezen? Jeetje, of wat voor soort vraag. Mensen misschien? Nou, misschien sommige politici zouden dit boek moeten lezen, denk ik. Ja. En dan vooral de anti-Europa politici. Nou, of weet misschien je wat ook het wel is? De pro-Europa politici. Gewoon, ik denk eerder dat, want ik heb niet zo'n geloof in dat je. Zouden ze het hele nieuwe kabinet gewoon cadeau moeten geven? Het andere kant kunt veranderen. Nee. Daar geloof ik niet in. Nee. Maar je kunt ze wel laten zien. Je kunt wel overtuigingen op een gegeven moment aan de kaak stellen. Nou, waarmee ze zelf inzicht kunnen krijgen. En dit boek opent natuurlijk ook wel ogen over wat er gebeurt als Europa versplintert. Ja, dat hoop ik. Dat in ieder geval ook zo is. Ik hoop ook dat mensen ook enorm genieten van die verhalen. En ook er voor zichzelf iets van leren. Dat er gewoon dat het niet van die afgesloten werelden zijn waarvan wij denken. Bijvoorbeeld het Balkanbeeld, die mensen vechten elkaar de tent uit. Dat gewoon helemaal niet zo is. Ja. Dat dit allemaal ontstaan is vanuit gewoon politiek handelen. En niet omdat dat in de natuur van de mensen zit. Dat zit ook in onze natuur. Ja, want als je het leest, hadden heel veel mensen daar gewoon één Joegoslavië willen blijven. Ja, veel wel. Aan de andere kant, het is heel ingewikkeld, want je ziet ook bij Kroatië bijvoorbeeld dat ze toch gewoon heel trots zijn en blij zijn dat ze nu één land zijn. En in Kosovo hebben we ook ontzettend veel positieve geluiden gehoord, of positiviteit eigenlijk gezien, dat Albanese zich hebben kunnen losmaken van het Servische juk en een eigen land hebben. Alleen het probleem is dat er ook heel veel Serviërs in Kosovo wonen en dat die eenheid heel moeilijk te vinden is. Dat mensen elkaar nog altijd naar het leven staan. Ja. En dat is eigenlijk veel meer. Dat die grenzen en dat wij-zij denken, daarvan denk ik dat is een zinloze, heilloze weg. Ja. Maar de boeken zijn niet alleen maar gemaakt om lesjes te leren, maar ook gewoon om iets van ons eigen Europa te leren kennen. Ja, want het hoort allemaal bij onze wereld. We delen de geschiedenis. We hebben allemaal al die eeuwen samen geleefd en dezelfde dingen meegemaakt. Onder dezelfde rijken, dezelfde oorlogen. En misschien soms net aan de ene kant of de andere kant van de streep. Zoals met de Koude Oorlog. Ja. Dat ik dat gevoel heb gehad van hé, we hebben hetzelfde meegemaakt. Maar ieder vanuit een ander perspectief. En het is mooi om die bij elkaar te brengen. Daar geloof ik wel in, ja. Ja, dat geloof ik ook wel. Ik kan me nog herinneren, ik ben een paar jaar geleden naar de Baltische Staten geweest. En dat je in zo'n raketput kon kijken waar de raket stond die op Nederland gericht was. Ja. En dat was echt zo'n punt waarin je heel erg dat wat jij nu beschrijft voelde. Dat je je bent nu één Europa en je voelt ook één. En vervolgens merk je wel die Koude Oorlog. Het is er wel geweest. Ja. En toen stonden zij, gewild of niet, ongewild, aan de andere kant. Ja. 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 Dus daar heb ik dat ook gevoeld. Nou, en ik denk dat voor mij ook nog wel, dat is iets anders, maar voor mij als fotograaf is het ook heel bijzonder geweest om juist in Europa te gaan fotograferen. Omdat het meer je eigen wereld is. Ja. En ik hield heel erg van reizen. Ik ben in Zuid-Amerika geweest en dus jarenlang in Afrika gefotografeerd. En toen Irene mij vroeg om mee te gaan naar Polen. Toen had ik echt zoiets van, Polen, wat moet ik daar nou? Weet je, want het leek zo om de hoek en ook wel weer. Hè, ondanks de Koude Oorlog, wat ik net zei, maar toch wel
leek me nou niet echt heel boeiend. En het is toch heel bijzonder om bezig te zijn met je eigen wereld. En met ons eigen Europa. En daar eigenlijk naar te kijken. Ja, en al die bijzondere ontmoetingen. Je hebt echt de Europeaan misschien wel ontmoet in al die ontmoetingen. Nou ja, de Europa bestaat uit al die diversiteiten. Ja. En ik denk ook dat dat de kracht ervan is. Ja, en heeft het jou veranderd? Heeft het je leven veranderd? Het feit dat je 20 jaar aan zo'n project werkt, dat je naar je eigen omgeving kijkt, dat je meer bewust bent van het feit dat je Europeaan bent? Ja, sowieso. Ja, dat is zeker gebeurd. Daar heb ik me daarvoor eigenlijk nooit zo mee bezig gehouden en nu wel. En ik denk ook dat het heel belangrijk voor mij is geweest als fotograaf. Dus voor de ontwikkeling van mijn eigen werk. Ik denk dat ik daarvoor was mijn werk toch versnipperder. Dat maakte ik hier dan, in Nederland maakte ik dan veel zwart-wit werk. En in Afrika ging ik dan echt op reportage. En toen ik het einde van Europa ging maken, had ik ook het gevoel dat dingen samenkwamen. Dat ik gewoon verhalen kon vertellen met al die ingrediënten die in mijn fotografie zaten. Dat ik naar mensen wilde kijken, maar ook naar landschappen, naar historische plekken, naar wat me toevallig raakte, omdat het licht mooi valt. En dat allemaal samen kon komen in één verhaal. En uiteindelijk is het samengekomen in 3 verhalen. Ja, 3 hele grote verhalen. en komt het nu ook trouwens samen? In half april gaat in het museum Het Valkhof in Nijmegen gaat een tentoonstelling open waar zeg, deze 3 projecten in 1 keer getoond worden. Er komen 133 werken te hangen en wordt eigenlijk de hele trilogie in beeld gebracht. En dat is voor mij heel erg bijzonder om zo mijn eigen werk ook te zien. Ja, dat is heel prachtig. Het is heel mooi dat je ook ergens de ruimte krijgt om het hele verhaal te vertellen. Ja. Die hele 20 jaar mee te nemen. Ja. En het is ook iets wat het gaat ook heel goed met de boeken. Hè? Het eerste boek is 2 keer gedrukt. Het tweede boek, derde boek, wat pas vorig jaar is uitgekomen, is nu ook al in de tweede druk. Ja, het was in 2 maanden uitverkocht. Dus er is nu al sinds 2 weken, een paar weken, is nu de tweede druk. Ja, dus het is enorm veel belangstelling. Maar ook omdat het natuurlijk ons allemaal raakt. Ja. Dit raakt ook iedereen. Ja. Iedereen is Europeaan. Ja. Er is nu best wel voor tegenstanders van Europa. Misschien corona verandert daar denk ik ook wel weer wat in. Ja, in hoe we daar tegenover staan. Ja. Dat gaat, zou je nog een 4e reis moeten maken. Wie weet over een tijd. Als je nog niet uitgereisd bent. En het mooie is als dat samenkomt in 1 expositie, kunnen we daar met z'n allen van genieten, kunnen we met z'n allen naar kijken en fantastisch. Ik vind het heel mooi hoe je ons hebt meegenomen in het verhaal, hoe we even met je mee hebben kunnen kijken. Ik heb nog zeker 100 vragen voor je die allemaal niet in het uur pasten, maar ik wil je toch bedanken. Misschien spreken we elkaar op een later tijdstip nog iets. Ik vond het ontzettend leuk om met je hierover te praten. Ja, ik vond het ook echt heel fijn. Ja. En ik heb nog een klein bedankje namens het beeldgebouw. Wow. En, zal ik dat even ophouden? Ja. heel trots op, dank jullie wel. Heel erg fijn. Dat komt altijd van pas, hè? Ja, het is altijd als fotograaf. Ja. Je moet een hele expositie inrichten. Daarom. Dus ik ga je heel veel succes mee wensen. Ik kom zeker kijken. Dank je wel. En dank je wel voor het mooie verhaal wat je ons gebracht hebt. Dank je wel. Dank je wel. Dank Nicole dat je ons wilde meenemen naar de grenzen van Europa en met jouw prachtige verhalen en foto's die jij samen met Irene hebt gemaakt. Indrukwekkend, heel erg mooi. En dank Diana voor dit prachtige interview. Mensen, ik zie dat er nog heel veel mensen in de chat aanwezig zijn, dus ik zal deze uitzending nog een tijdje open houden tot we met z'n allen uitgechat zijn. In de tussentijd vind ik het wel fijn om jullie vast te kunnen vermelden wat wij op de eerstvolgende keer doen. En dat is precies over 5 weken, dan is Foto 31 in gesprek met de Bredase fotograaf
Piet den Blanke. En Piet is een sociaal documentaire fotograaf die met zijn werk laat zien wat de autoriteiten vaak liever verborgen houden. En dat doet hij op een indrukwekkende wijze gezien de vele tentoonstellingen van zijn werk in diverse musea. Ik hoop jullie allemaal op 2 juni weer te mogen verwelkomen. Dank allen die belangeloos hebben meegewerkt aan het totstandkomen van deze editie. En natuurlijk niet in de laatste plaats ook nogmaals de sponsors die hieronder vernoemd zijn. Mensen, ik zie jullie graag op 2 juni weer terug. En in de tussentijd gaan we nog even kijken naar het werk van Nicole en door met de chat. Blijf gezond en tot spoedig!